De Koen en Sander Show. De Koen en Sander Show. We hebben Berend-Jan aan de lijn. Berend-Jan. Berend-Jan, ja. Berend-Jan. Hallo, Berend-Jan. Hey, Berend-Jan. Want, nou, om toch maar even in het frituren te blijven, hè? Ja, ik ben een ontzettende fan van frituren inmiddels, moet ik zeggen. Vertel, ja. wat is er allemaal gebeurd? Nou ja, we zaten dinsdag in de auto naar jullie programma te luisteren. Leuk. En toen hadden jullie het over de frietweek. Ja, de frietweek. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. En toen zeiden we tegen mevrouw en ik tegen elkaar van... Goh, dan kunnen we wel even friet halen bij het eten in plaats van gewoon de aardappels. Want je krijgt er toch trek van als je dat op de radio hoort. Ja, ja, ik dacht eigenlijk dat het een beetje een gebbetje van jullie was, de hele frietweek. Maar dat steekt dus echt te bestaan. Ja, nee, maar hallo, we spreken alleen de waarheid. Bloedserieus zijn wij. Dat was de week van de friet en gisteren de dag van de kroket. Ja, nou, het is verbazingwekkend inderdaad. Dus... Dus had ik mijn dochter weggestuurd met een paar euro naar de dichtbijzijnste frietzaak. En dat was ook voor het eerst trouwens, dat ze dat helemaal zelfstandig ging doen. Oh, dat was spannend, leuk, ja. Ja, hartstikke spannend. Met samengeknepen billen zaten we op de bank. En ze kwam terug met een grote zak friet. Nou, hartstikke lekker. In een speciaal week van de friet tas. En ik denk, nou, dan is het waar. Ja. Met een grote smile en zegt ze, ik heb een fiets gewonnen. Wat? Nee. Nee. Wel. Wel gewonnen? Ja, ze heeft een fiets gewonnen. Hoe dan? Nou, dat was wat. Ik kreeg er een kraskaart bij. En ze kon je openkrassen en dan bleek dat ze een fiets had gewonnen. Nou, ja. Nou, inderdaad. Dus doordat wij het over friet hadden, heeft jouw dochter nu een nieuwe fiets. Ja. Nou, wanneer kunnen we de fiets komen ophalen? Ja, wat ga je zeggen? Dat weet ik niet. Ik weet niet of je hem past. Het is pas 10. Dus, nee, wat ontzettend leuk, joh. Leuk hoor. Heel erg leuk. Dus en volgende week is het de week van de friet. En dan gaan we een zak friet winnen, denk ik. Ja, dan kan je patat krassen. Nou, Berend-Jan, doe je dochter de hartelijke groeten namens Koen en Sander. En onthoud alles wat wij zeggen. Berust louter en alleen op de waarheid. Nou, inderdaad. Blijkt wel weer. Hartstikke bedankt. Ja, fijn weekend, Berend-Jan. Nee, maar het is echt zo. Alles wat wij zeggen is waar. Is waar. Koen heeft een micropenis. Ja, niks aan geloven. De Koen en Sander Show. De Koen.